Mijn naam is Jan Lok, sinds 18 mei wethouder van Energie en Buiten. Dat is mijn portefeuille, dat lijkt heel abstract. Maar het gaat eigenlijk alles over duurzaamheid op het gebied van energie. Maar ook hoe we omgaan met regen, klimaatverandering en klimaatadaptatie. Of hoe passen wij onze gemeente aan de klimaatverandering. Daar sta ik vanmorgen hier niet voor. Ik sta hier vooral voor de duurzaamheid en de Duurzaamheidsweek. Die we samen met Duurzaam Molenland organiseren van 17 tot 24 september. En in het kader van die Duurzaamheidsweek willen we ook graag aan de gang met de Duurzaamheidsprijs. Dat is een prijs van 1000 euro die iedereen kan winnen. Want we hebben weliswaar drie categorieën. Maar met die drie categorieën pakken we ook echt iedereen. Dus wie je ook bent, hoe oud je ook bent en wat je ook doet, doe mee aan onze Duurzaamheidsprijs. Denk niet na over van is dit wel origineel genoeg, is dit wel nieuw genoeg. Want dat is nou net de rol die de jury op zich neemt. Als je denkt ik heb een goed idee, ook al is het oud, zend het in. En wij kijken of je de strijd aan kan met de anderen en of je die prijs gaat winnen. Ik wens jullie, ook in het nemen van de stap om mee te doen, hartstikke veel succes. En ook als je geen prijs wint, ik weet zeker dat we met het idee iets kunnen. Want het gaat niet om klein of groot, maar wat we met elkaar doen en met elkaar verder helpen. En nogmaals, succes!